Goedemorgen, lieve mensen. Even een berichtje van mij uit de auto. Soms moet je gewoon even weer lekker doen wat je altijd deed. Toen ik klein, klein, lief, naïef meisje was. En ja, dat eigenlijk. Gewoon de dingen doen waar je gewoon blij van wordt. En in mijn geval was dat zwemmen, boeken lezen, muziek maken. En geestelijk voedsel tot me nemen. Dus dat ga ik ook zo meteen even doen. En ja, de zon schijnt. Dus misschien ga ik toch ook nog wel even een duik nemen in mijn zwembad. Goed voor het immuunsysteem. En ik zit erover te denken om gewoon heerlijk vanmiddag even te wandelen in de duinen. Dus dat zou ik in ieder adviseren. Ik weet dat heel veel mensen het heel erg moeilijk hebben op dit moment. Maar dan is het toch de kunst om bij jezelf te blijven. Wie ben jij? Waarom ben jij hier? En waar word jij blij van? Want de dingen te doen waar je blij van wordt, daar gaat je frequentie van omhoog. En als je een hoge frequentie hebt, dat is heel goed voor je immuunsysteem. Dus even een kort berichtje van mij. Ik zou zeggen, doe lekker vandaag waar je zin in hebt. Wat goed voor jou voelt. Niet voor een ander iets doen. Gewoon puur, wat voelt goed voor jou. Ga je oude hobby's weer uit de kast pakken. Ga gewoon dingen doen waar je passie voor hebt. En ja, ik zou zeggen, go for it. Nou, hele fijne dag, lieve mensen. Love you all. Stay strong. Bye bye.